Ulrike de Freire, we zijn hier in Leuven. Jij bent nieuw bij OHL. Hoe is het meegevallen tot nog toe? Hoe loopt de voorbereiding? De voorbereiding is zeer goed meegevallen. We hebben eerst stage gehad. En dat was 3 dagen. En dat was de groep leren kennen en zo. En dan hebben we nu onze tweede oefenmatch. En ja, we zijn vandaag 5-0 gewonnen. Dus dat is wel schitterend. Ja, het liep goed. En vanavond? Ja, de eerste 10 minuten was goed. We staan dan 2-0 voor. En dan valt 1-1. En in de rust heeft onze coach dan bijgepraat. En tweede helft direct druk en direct de draad terug opgepakt. En dan komen we tot 5-0. En dat is wel goed, maar de eerste helft kon voor mij nog beter. Ja, je speelt de volgende oefenmatch op Zulte-Waregem. Dat ken je nog. Wat hoop je daarvan? Ja, ik hoop zeker te winnen. Want dat is toch mijn ex-ploeg ondertussen al. Ja. En ik hoop zeker gewoon te winnen en goed voetbal te spelen. Want dat is natuurlijk ook nog wat belangrijk. Het is de voorbereiding en je moet tonen dat je goed kunt de bal rondspelen en zo. Dus dat is voor mij het belangrijkste. Ja. Jullie beginnen in de Super League dit jaar met een thuismatch tegen de bekerhouder Gent Ladies. Hoe zie je dat? Is dat een moeilijk begin? Dat is een zeer moeilijk begin, want dat is toch tegen een van de titelfavorieten, samen met Anderlecht. Ja. Maar ja, ik hoop zeker proberen de punten thuis te houden. Mm-hmm. Je moet gewoon een goede organisatie hebben en dan misschien op de counter. Of misschien vanuit ons eigen voetbal. Dat is nog een beetje zien wat dat een tactiek gaat zijn. Ja. Maar ik denk dat we zeker gewoon ons 100% moeten geven en dan kijken wat er uit de bus komt. Ja. En voor dit seizoen, wat verwacht je daarvan? Wat hoop je voor jezelf? En wat denk je voor de ploeg? Hebben jullie de kans om eventueel die play-offs te halen? Ja, dat is voor mij toch zeker de ambitie. Zo ver mogelijk raken in de beker. En dan, voor mij is de ambitie toch play-off 1. Ja. Ik hoop daarbij natuurlijk dat we zoveel matchen winnen. En voor mijzelf persoonlijk zou ik graag natuurlijk een steentje bijdragen aan de ploeg zoals vandaag. Assist te geven of goals maken, het maakt niet uit. Maar de ploeg proberen helpen. Ja. Oké, ik dank je en ik wens je veel succes. Graag gedaan.